Ik ben Frank Evenblij en ik heb als jakhals Matthijs van Nieuwkerk groot gemaakt. Jack van Gelder leert nu van mij hoe je een sportprogramma presenteert. Maar volgens de Quizmasters is dit de kroon op mijn werk. Want vanavond ben ik de gast in de quiz. Eén kandidaat, uw gastheer is Paul de Leeuw. Dit is de quiz! Als gast vanavond Frank Evenblij, programma maken op dit moment op tv met Bureau Vooroordeel. Correct. En nu ben je de gast bij de quiz. Ja. En je weet, elke grap die nu wordt gemaakt over dikte, dat kunnen we allebei zijn. Godzijdank, ja. Dat lijkt me... Ik had nog liever Han Pekel naast me gehad, maar... Ik ben ook blij dat jij er bent, Paul. Han Pekel, als je kijkt, het is zo. Zullen wij gewoon even de foto's doornemen? We vragen aan onze gast of ze elke keer de week een beetje hun foto's aan ons willen laten zien. En dan willen we gelijk met maanden beginnen, want dat is die mevrouw Polman. Die met Rafael... Van der Vaart. Meis. Dat schijnt zo te zijn, hè? Maar daar wordt officieel niet over gesproken. Nou ja, het was moeilijk om erachter te komen, hè? Want je moest het natuurlijk, je moest het uit haar trekken. Ja, nou ja, de kranten staan er vol van. En er was volgens mij wel een fotootje gezien dat ze op het terras samen hadden gezeten. Maar, het is een handbalster, hè? Het is een handbalster. Ja, met handbal, ik weet het niet. Maar er zijn heel veel zaterdagen geweest in mijn leven... dat ik echt geen fluitinteresse had voor handbal. Maar deze meiden hebben het handbal wel op de kaart gezet. Ja. Jij gaat ook tegenwoordig... Handballen. Iedere, ja, zeker. Ja. Maar zij is toch. Je hebt dan niet aan haar gevraagd of ze dus een relatie had met Rafael van der Vaart. Ik heb dat op een verkapte manier wel degelijk geprobeerd. Je begon over de hartklachten, toch? Ja, dat heb ik als laatste. Ze heeft hartritmestoornissen. Ja, ze heeft hartritmestoornissen. Ja. Niet door Rafael van der Vaart. Nee, die zijn door die vermeende relatie met Rafael van der Vaart. Zijn die hartritmestoornissen in ieder geval in een ander vaarwater. Precies. Precies. Goed, dan gaan we naar dinsdag, want dat is zo lief. Je hebt twee kinderen, Bobby en Siem. Ja. Meisje, jongen, 4 en 2 jaar. En hier zie je de Efteling. Ja. Als attractie. Wat is het? Waar zit je? Ja, ik werd hier geposteerd in de droomvlucht. En dan mocht iedereen kijken. Maar het is je dochter. Ja, dit is mijn dochtertje, ja. En die was voor de allereerste keer in de Efteling. En ik als kind vond ik de Efteling ook echt fantastisch. Ik ben één keer nog in de tussentijd geweest met jou... om een keer een jakhals op te nemen. Ja, je bent ooit jakhals geweest bij de Wereldwijd Door, ja, hè? Ja, precies. Dat is 10 jaar geleden. Maar als kind, hoe was jij als kind eigenlijk? Had je ambitie ook om het showbiz in te gaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is niet dat ik er de hele dag mee bezig was... Maar ik had wel het idee dat ik die kant wel leuk vond. En ja, dat klinkt allemaal heel slijmerig. Maar ik was vroeger ook wel een beetje zwaarlijvig. Ja, dan kijk je toch naar rolmodellen. Dan kijk ik naar Paul de Leeuw, ja. Oh ja? Ja, en naar Han Pekel. Wegwezen. Diep, diep. Nee, maar even over... Heb je ooit audities gedaan? Of heb je ooit meegedaan aan talentenjacht of iets dergelijks? Nee, ik ben wel op jonge leeftijd ooit op straat een keer aangesproken... of ik auditie wilde doen voor een film. En toen was ik 11. En toen werd ik gevraagd voor de film Dick Trom. Oh jezus, om de ezel te spelen. Nee. Maar weet je, dat is zo fijn. Wat voor dikke mensen is de hoop? Want wie speelt volgende week Jezus? Martijn Visser! Visser. Nou, dat vind ik cool. Ja, die is ook net zo als ons. Ja, precies. Nog flink wat gewicht op dat kruis. Ja. Maar het is wel leuk dat hij het doet. Ja. Toen worden we toch vertegenwoordigd. Nee, vind ik ook. Maar ik dacht dat jij mee had gedaan aan de Soundmix Show. Nee, ik heb ooit... Nee, dat is een heel ander verhaal. Dat is een verschrikkelijk verhaal. Dat is namelijk... Inderdaad, op een gegeven moment dacht ik... Goh, ik vind dat wel leuk. En ik keek altijd heel graag naar de mini-playback show van Henny Huisman. Ja. Mijn vader vond dat verschrikkelijk. Die vond Henny Huisman een beetje een onbetrouwbare man. Want die zei altijd, hij lag niet helemaal met zijn ogen. Dat meen je niet. Ja, maar hij nam het voor mij op. Ik vond het fantastisch. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment, zag je dat je aan het eind van het programma... kreeg je een nummer of een e-mail dat je kon meedoen als kind. En heb ik me als jong ventje opgegeven om mee te doen als de police in mijn eentje... Welk nummer? Messages in a Bottle? Roxanne. En toen ben ik naar Aalsmeer. Mijn vader heeft me wel gebracht naar Aalsmeer, maar die zei wel... ik wacht in de auto, want ik heb geen zin in al dat... Had geen zin om Henny Huisman te ontmoeten. Dus ik ging daar alleen naartoe met een akoestische gitaar. En ik was in de veronderstelling, daar is Henny. Hoe oud was je? Ik denk een jaar of 10, 11. En ik denk, daar is Henny en daar is dan een hele winkel met kleren. En dan kan ik een basgitaar, een beetje haar blonderen. Henny was er niet, was ook geen winkel. Je hebt nooit Henny ook gezien? Nee, dat was helemaal niet. Nou ja. En dus ik stond daar, maar ik moest die auditie doen. Ik stond daar in een iets te strak shirtje, wat tot hier kwam.
En mijn akoestische gitaar Roxanne, dat sloeg helemaal nergens. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel gezien bij de opnames. Nee, want ik ben de eerste ronde niet eens doorgekomen. Ook dat niet. En toen ging ik daarna... Toen ben je gaan eten. Uit puur emotie. Uit puur emotie. Nee, en toen ging ik terug naar mijn vader. Toen zei ik, ja, dat was helemaal niks. Toen zei hij, mijn vader, zie je dan wel dat die gozer onbetrouwbaar is? Heb je een beetje voorbereid? Net zo goed als jij, dus dat komt ik in orde. Nou, en mij heb je al gezien. En ik lag alles behalve... achterdochtig, zoals hij niet uit mijn lach, toch? Nee, niet betrouwbare ogen. Ik heb betrouwbare ogen. Ja. Ik wens je veel succes, Frank. Ik ga je helpen nodig. Hier zijn de jongens van de Kwets! Ja, Frank, ontzettend fijn dat je er bent. En dapper ook. Ja. Of nou ja, wel dapper, jij kan wel tegen een stootje. En de mensen die jij interviewt, die moeten ook wel tegen een stootje kunnen. Ja, je bent bekend als Jakhals, want na je debakel bij de Mini Playback Show is het goed gekomen. Je werd Jakhals, toen Bureau Sport en nu presenteer je Bureau Vooroordeel, waarin je in de inmiddels bekende overvalwagen mensen vragen stelt over vastgeroeste vooroordelen. Kunnen even een stukje kijken. Mevrouw Lulu Wang, heeft u wel eens een hond gegeten? Ja of nee? Ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Klopt. Johan Cruijff, denk ik, in zijn vorige leven was een oude Chinees. Heette hij dan Johan Cruijff? Ja. Iedereen zit vol vooroordelen. Terwijl jij bent eigenlijk het levende bewijs dat vooroordelen vaak niet kloppen, hè, Frank? Precies. Hmm. Nee, je zou van zo'n stoere man als jij ook niet verwachten dat je samen met je vriend een kindje hebt geadopteerd. Nee. Dat wisten we niet. Nee. Wat is het? Maar wat is hier precies aan de hand? Ja, wil jij nou met hem op de foto of wil hij met jou op de foto? Want je kijkt een beetje ongemakkelijk nou. Ja, dit was ook een vrij ongemakkelijke situatie. Want ik liep inderdaad toch wel met mijn eigen kind richting de supermarkt. En daar kwam iemand uit de kroeg stommelen. En die sprak mij aan, omdat hij vaak naar mijn programma's keek. En zei dat hij dat heel leuk vond. En daar was een fotograaf bij. Een vriend van de heer Holleder. En die zei, zullen we even een fotootje maken? En ik had op dat moment niet de kunst om te zeggen, dat gaan we even niet doen, vriend. Dat snap ik. En dan zitten jullie samen in de quiz. Ander voordeel bij jou, Frank, is als je jou ziet, dan denk je niet die presenteert een sportprogramma. Nee. Eerlijk is eerlijk. Nee, dat zou het is een beetje hetzelfde als wanneer Ivo Opstelt een Max Geheugentrainer zou presenteren. Ja. Of Jetta Kleinsma Nederland in beweging. Ja. Of Willem Holler als de rijdende rechter. Ja. Dit is mijn uitspraak en ik weet waar je woont. Ja, je verwacht het niet. Nee. En nog een vooroordeel is, jij bent een Hagenees. En dan zou je denken, je bent voor ADO, maar waar ben jij supporter van? Willem II. Ja. Willem II uit Tilburg. Ja. En je bent fan geworden door een voetbalplaatje, hoorden wij. John Veskens, ja, daar is hij, hè. Den Bijtel. Ja, het verhaal zit zo. In 1987, toen ik een jaar of 9 was, ben ik begonnen met het verzamelen van voetbalplaatjes. Toen vroeg iedereen in mijn klas, in Den Haag, waar ik vandaan kom, voor wie ben jij? Ben je voor Feyenoord of voor Ajax of voor PSV? Want niemand had iets met FC Den Haag, want dat was toen een club die in de eerste divisie speelde. Ja. En er zaten alleen maar matten, 1500 man met zulke lange haar, die alles in elkaar aan beuken waren. Ja. Toen dacht ik, als ik dan een keuze heb tussen Ajax, PSV of Feyenoord, dan mag ik toch ook iets anders kiezen. En toen dacht ik, ik kies iets wat niemand kiest. En toen vond ik de shirtjes van Willem II zo mooi. En ik was gefascineerd door het gezicht van John Veskens. Ja, dit is hem nu. Ja. En die fascinatie is jaren later altijd gebleven. Je bent nog steeds fan van Willem II. Ja, en nog steeds van John Veskens. Ook al staan ze nu, doen ze het niet meer zo goed. Maar doen nog steeds mee en we degraderen niet. Dus dan ben ik nog steeds tevreden. Dat is maar de vraag natuurlijk. Maar we hadden over vooroordelen. En er is een hele handige truc om te weten wat vooroordelen over iemand zijn. Want je googelt gewoon zijn naam, je tikt zijn naam en dan krijg je vanzelf komt het eruit. Ja. Echt waar, dit is echt waar. Dus mensen verbazen zich bij jou over je gewicht. Ze verbazen zich over het feit dat je een vriendin hebt, blijkbaar. En ze, Bassie, wat is Bassie? Waarom staat Bassie zo hoog? Ja, Bassie is volgens mij ooit van het duo Bassie en Adriaan, als ik me niet vergis. Klopt. Ja.
Dan moet ik even heel diep graven, hoor. En ik was daar vroeger als kind enorme grote fan van. To the point nu. Ja. Ja. Maar er is een ik ruzie. Ik keek al die afleveringen. To the point. Ja. De Baron. B1. Maar nu is er ruzie. Hey. Ja. Ja. Dit ben jij als Bassie bij Jensen. Ja, maar het is er misgegaan. Want je hebt hem geïmiteerd en daar was hij niet zo heel blij mee, geloof ik. Nee. Nee, ik heb een tijdje bij, ik durf het hier bijna niet hard op te zeggen, maar bij Jensen gewerkt. Was nog voordat ik in beeld was, ja, behalve als Bassie. En toen heb ik heel lang imitaties gedaan, waaronder die van Bassie. En dat was een groot succes op de radio. Maar bij Bassie is dat op een gegeven moment totaal verkeerd gevallen. Hij werkte op dat moment nog bij een grote Zweedse meubelfabrikant. Iedere woensdag bij de ballenbak stond hij dan met de kinderen te spelen. En op een gegeven moment is hij daar ontslagen, omdat hij zo grof was op de radio. Maar dat was niet hij, dat was ik. En dat wilde hij op een gegeven moment niet meer. Ja, het had ons geweldig geleken om jou hier vandaag met de echte Bassie te confronteren. Maar hij wil niet in de quiz, omdat hij niks met jou te maken wil hebben. Ja. Sterker, zolang jij bij de VARA zit, komt hij niet in de VARA-programma. Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Ja. 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 We hebben hem gebeld, maar hij wil echt niet. We hebben dat gesprek hebben we opgenomen. Nou ja, we kunnen het wel even laten zien. Ja, ja, dit is echt de beelden dit. Dag, met Niels van der Laan van het VARA-programma De Quiz. Wat fijn dat ik u even spreek. Ja, waar gaat het over? Ik had een vraagje. Wij hebben een programma De Quiz en we zouden het ontzettend leuk vinden als u morgen misschien even langs zou kunnen komen. Omdat meneer, ik zal u één ding zeggen. Ik werk aan VARA-programma's niet mee. Waarom? En meneer Frank Evenblij, die troep De Wereld Draait Door. Je kan 30 keer bellen, maar kom niet. Maar wat is het probleem met Frank Evenblij dan? Ja, ja, ja. En het woord Adriaantje Teringleier weer dichtgelopen. Adriaantje Teringleier? Dan moet je op YouTube, dan zit hij mij te imiteren. Nou, ik zal die Helene Roy even een paraplu de kut steken en een en ander. Oh, dat is ongelooflijk. Dat was meneer Evenblij. Zo ga je niet met mensen om. Nee. Is er nog iets dat u tegen hem wil zeggen? Ja, dat ik inderdaad eens een keertje een kreet voor de televisie zal lanceren. Ja? Dat hij merkt wat het betekent. Frank Evenblij, paardenlul! Frank Evenblij, paardenlul? Ja, en dat zal ik, dan weet je ook wat het is om iemand te kwetsen. Oké, dat is wel. Dus hij heeft echt een bloedhekel aan Frank Evenblij. Ik heb een grafhekel aan hem. Ja, die komt dus niet. Nee. 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 Dat is gewoon niet gelukt. Nee. Maar gelukkig voor ons en wat minder gelukkig voor jou zijn er meer mensen die een appeltje met je te schillen hebben en jou stevig willen ondervragen vandaag. Ik zou zeggen, gooi de verhoorwinkel maar open! Ja. Er staan vier boze Bassies, Jack. Gezelligheid, jongens. En allemaal Bassies. Allemaal Bassies. En elk van deze Bassies die staat voor iets wat in jouw leven is misgegaan. Ja. Frank, je gaat de quiz spelen. Bij elke vraag die jij fout hebt, moet jij de verhoorcaravan in. En dan zit daar iemand die jou eens even stevig wil gaan verhoren. Ja. Dus oei, even blijtje, als dat maar goed gaat. Ja. Dat is duidelijk, hè. Jongens, wat was het voor een week? Ja. Ja, het gaat niet goed met onze pensioenen. Nee. Deze week werd bekend dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen dramatisch was gedaald. We hebben fors geldtekort en dat is jammer, want we hebben het wel over onze oude dag hier. Ja, ja. Kijk, stel je bent al heel oud en dan moet je nog ineens allerlei gênante dingen gaan doen voor je geld. Dat is toch je ergste nachtmerrie? Dat is hartstikke erg, dat je bijvoorbeeld je eigen pyjama moet gaan verkopen op Marktplaats. Dat is sneu. Ja, of dat je tot je 80ste moet snabbelen om je caravan te kunnen betalen. Och. Ja. Of dat je met je oude grijze kop nog op tv een quizje moet gaan staan presenteren. Dat gun je niemand. Dat is sneu. Maar gelukkig zijn er pensioenfondsen. Ja, pensioenfondsen. Ja. Die doen namelijk twee belangrijke beloften. Die zeggen, als je ons je geld geeft, dan 1. We maken er meer van. En 2, je krijgt je geld gegarandeerd terug. Ja, maar dat kunnen ze wel beloven. Maar we hebben het hier over de wereld van het snelle geld. En dat zijn dit soort mensen. Ja, Wolf of Wall Street. Die zitten gewoon achter 12 beeldschermen. Zitten die de hele dag een beetje te gokken met ons geld. Speculeren in aandelen, hedge funds. Ja, dat is toch een soort casino voor hele grote mensen. En ze hebben ons geld gewoon vergokt. Miljarden zijn er weg. Ja, er dreigt nu een verlaging van het pensioen voor 7 miljoen Nederlanders. Ze krijgen minder pensioen dan waar ze op gerekend hadden. Ja. En de vraag is,
kunnen ze ons dan ooit terugbetalen. Ja, de pensioenfondsen hebben gezegd, geen paniek. Geen paniek, zeggen ze. Geen paniek. Want als de rente gaat stijgen en de olieprijs gaat omhoog en de beurzen trekken weer aan, dan is er niks aan de hand. Nee. Oh. Nou, als ik zeg, okay, als Willem II betere spelers krijgt en ze mogen keepen met 2 keepers en alle 17 andere clubs uit de Eredivisie worden gediskwalificeerd, dan worden ze kampioen. Goed hoor. Nou, daar ben ik helemaal blij mee. Maar de pensioenfondsen hebben dus met ons geld zitten gokken en ze hebben verloren. En om het verlies nu weer goed te maken, gaan ze opnieuw gokken met de rest van ons geld. Ja, daar is een woord voor. Dat heet gokverslaving. Ja. Ja. De kans dat ze terug gaan betalen wordt steeds kleiner, die wordt steeds kleiner. Maar daar hebben ze een hele goede oplossing weer voor. Een hele goede oplossing. De baas van het ABP Pensioenfonds, deze mevrouw, die heeft namelijk, zei deze week tegen de Volkskrant, we willen toe naar een systeem waarin we geen enkele garantie hoeven te geven op terugbetaling. Tja, ja, daar is ook een woord voor. Ja. Dat heet diefstal. Ja. Even voor de jongere kijkers, die pensioenfondsen die stelen dus nog meer van ons dan Vlugge Jaapie, B2 en De Baron in alle afleveringen van Bas en Adriaan bij elkaar. Echt? Ja, het is dus wauw. En het is diefstal. En dan zeggen de pensioenfondsen, ja, maar daar kunnen we helemaal niks aan doen, want dat kwam door de kredietcrisis en de bankencrisis. Maar is dat zo? Want er zijn namelijk ook pensioenfondsen die het heel goed doen. Kijk eens even mee. Kalpam Pensioenfonds. 300 deelnemers en een fantastisch resultaat. We zitten nu op 154,5%. Ja. Dat houdt heel mooi stand zo. Riant, luxueus, kunnen elk jaar indexeren. We hoeven niet te korten. Er is ook geen vrees om te korten, ook niet in de toekomst. Niet met ons beleggingsbeleid. Kijk, pensioenfonds Kalpam. Dit zijn de mensen die we nodig hebben. Ja, lieve, degelijke mensen. Betrouwbare, saaie mensen. Ja, die hebben we nodig. Mensen die geen risico nemen, die hebben de toekomst. Ja, fuck you, Wolf of Wall Street. Wat wij nodig hebben is de koala van Kalpam. Die hebben we nodig. Kortom, deze mensen hebben we nodig om te voorkomen dat we straks allemaal voor een paar centen ergens op een pleintje staan om ons op te drukken voor een paar PSV-supporters. Dat is onze toekomst. Ja, en er zijn nog meer mensen die niet goed voor hun pensioenen hebben gezorgd. En zo komen we bij vraag 1. En dat is zoals elke week, in dit soort schrijnende situaties kom je terecht als je je pensioen niet goed hebt geregeld. Vraag. Ja, waar gaat hij over? Die gaat over De Baron. Ja. Daar heb je hem. Dan staat hij in een jakhals-outfit. Staat hij daar. Die heeft samen met andere acteurs Bassie en Adriaan voor de rechter gesleept. Want ze vinden dat ze een vergoeding verdienen voor alle verkochte dvd's. De rechter vindt dat ook, vond dat al eerder. Maar Bassie en Adriaan willen niks betalen. Nee, die willen niks betalen. En dat is opvallend, want dat is de vraag. Hoeveel dvd's zijn er eigenlijk verkocht van Bassie en Adriaan? Ja. Is dat... Open vraag. Dit is belachelijk. Je mag er als Bassie en Adriaan kennen een miljoen. Je mag er een miljoen naast zitten. 1 miljoen naast. Ja. Nou, mijn kinderen hadden er 12. Nee, maar het is wel al vanaf de jaren 80. Dus ja, ik denk dat dat 4 miljoen is. Nee, dat 4 miljoen. Is ook in, volgens mij is het niet ook in het buitenland verkocht. Vier. Ik vind prima 4. Of doen we 2? Nee, het is meer dan 2. Nou, dan doe je 3. Ik wist nog steeds wat staat. Rutte en Samson. Wat is het antwoord? 2,7 miljoen. 2,7 miljoen. Nou, we hebben het Bassie ook zelf even gevraagd. Ja. Maar er zijn er ook enorm veel van verkocht, toch? Ook voor die dvd's. 8 miljoen. Ach, hallo zeg, 8 miljoen. Ja. Daar moeten wij nog even lang voor werken om zo'n artiest te worden als Bassie. Nou, meneer, even blij nooit meemaken. Nee, zeker niet. Even blij is een paardenlul. Doei. 8 miljoen. Ja. Ja. Applaus voor Bassie en Adriaan. Ja, die grote rel met hun oud-collega's. Adriaan was erg teleurgesteld in zijn oude collega's. Die heeft ook gezegd, ik ben erg aangeslagen door de gang van zaken. En ook Bassie heeft officieel gereageerd met bidi, 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 bidi. Bidi, bidi, bidi. Bidi, bidi. Ja, helaas, je had een fout, Frank. Maar wat betekent dat? Kom er maar bij, Bassies. Ik zou zeggen, als de Bassies er staan, laat de lichten maar knipperen. Frank, als jij Adriaantje zegt, Frank, dan stopt er 1 Bassie met knipperen. Adriaantje! Oké, Bassie helemaal links. Bassie, wat staat er in je jassie? Helemaal links. Even kijken. Verraad. Oei. Wat zou dat betekenen, Frank? Iemand voelt zich heel erg door jou verraden en die zit op jou te wachten in de verhoorcaravan. Dus het is tijd voor je eerste verhoor. Je mag naar de caravan toe. Ja. Ja. Stap erin en gelijk op het krukje rechts zitten. Moet ik wel via de voorkant naar binnen? Ja. Als dat lukt. Dat is altijd maar de vraag, hè?
Moet ik hier zitten? Ja, ja, ga maar zitten. Ga maar zitten. Ik zou zeggen, doe het gordijntje maar open. Ja. Frank, heb jij enig idee van welke club wij zijn? Ik heb een donkerbruin vermoeden. Ado Den Haag, hè? En waar ben jij opgegroeid? In de buurt van Den Haag, ja. En voor welke club ben jij nu? Ja. Ik ben niet zo met sport te begaan, maar als ik toch moet kiezen... Willem II. Oké, dat gaan we even rechtzetten. Hier heb je een sjaal. Doe maar om. En even meewerken, anders loop je er straks uit met een Haagsbekkie. Oké. Dan moet ik die pet ook opzetten. Ja. Oké, en dan hebben we ook een plaatje van John Veskens. Ja. Dat is die clown van Willem II. Ja. Scheur die maar doormidden. Nee, ik pak het zin. Doormidden. Omdat jullie ook al die aardige gasten zijn. En onthoud, we houden je in de gaten. Dat lijkt me wel. Nou, we gaan. Rob, Rob, Rob. Ja. Oh, mocht je allemaal wel mee? Dat waren oude maatjes van me uit de goede oude tijd. nog drie basjes, Frank. Oké. Wij gaan snel door naar vraag 2. Dat is zoals elke week de wie hebben wat over wie gezegd vraag. Ja, je krijgt een quote te zien uit deze week met de vraag wie heeft het gezegd? Wie heeft het gezegd? De eerste quote. Ik dacht echt dat dit een grap was. Wie heeft dat gezegd? Was dat de jury van de mini-playbackshow na het dramatische optreden van Frankie Evenblij? Oh. Was dat Jezus Christus toen hij hoorde dat hij dit jaar gespeeld gaat worden door André Hazes? Was dat de VVD over het plan van de PvdA om over 10 jaar de verkoop van alle gewone auto's te verbieden? Of was dat een vluchteling op Lesbos toen hij hoorde dat hij volgens het nieuwe EU-akkoord terug moet naar Turkije, waarna er iemand anders op het vliegtuig wordt gezet naar Europa, zodat hij mogelijk later zelf kan worden uitgeruild met iemand anders die op Lesbos is aangekomen? Ja, goeie grap. Dat zou zomaar kunnen, dat laatste antwoord. Ik denk de auto's. Maar die kan ook heel goed, ja. Ja. Ik ga op jou. We gaan voor de auto's. Voor de auto's? En dat is goed geantwoord. Ja. 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 Het was VVD-Kamerlid Barbara Vissers reageerde op het plan van de PvdA dat er binnen 10 jaar geen benzine- en dieselauto's meer mogen verkocht worden in Nederland. En nu het zo slecht gaat in de peilingen, probeert de PvdA van alles. En nu zijn ze ineens de milieupartij. Tja. Ja, nou, de PvdA is heel makkelijk praten. Want na de volgende verkiezing kunnen ze namelijk gemakkelijk met de hele fractie in 1 kleine auto naar Den Haag. Ja. Maar jongens, als er alleen maar elektrische auto's komen, dan is dat ook het einde van het benzinestation, toch? Ja. Oei, wat natuurlijk een keiharde klap is voor de SVVDG. Wie zijn dat? De Stichting Vrienden van de Gehaktstaaf. Ja, ja, de twee voorzitters van de stichting die zijn woedend. Dat is wel waar. Dat is nog even. De volgende. Het zou humaner zijn om mij te doden. Wie heeft dat deze week gezegd? Was dat Bassie toen we hem vroegen in de quiz te komen met Frank Evenblij? Oh, Jesus. Was het een Amerikaanse student die 15 jaar dwangarbeid krijgt voor het meenemen van een propagandavlag in Noord-Korea? Was het Anders Breivik toen hij 2 keer achter elkaar dezelfde magnetronmaaltijd kreeg? Of waren dat de eerste woordjes van Xes Xava? Oh, Jezus. Dat is een sympathieke grap, jongen. Ik geef die aan jou. Ik denk die student. Ja, ik denk ook die Amerikaanse student, ja. Amerikaanse student? Ja. Nee, dat is helaas niet goed. Breivik? Nee, het was Anders Breivik. Ja, heeft hij echt gezegd dit? Ja, even voor wie niet helemaal meer weet wie Anders Breivik is. Dat is een soort Diederik Samsom. Een soort kalende man die er in zijn eentje voor heeft gezorgd dat er geen jonge socialisten meer zijn. Ja. Jezus. Maar Breivik heeft de Noorse staat aangeklaagd omdat de omstandigheden in zijn cel zo slecht waren dat het humaner is om hem te doden. Ja, krankzinnig. Dit zijn zijn klachten hier. Ja, hier staat het allemaal. Mensonterende omstandigheden, zegt hij. Soms krijg ik 2 keer achter elkaar dezelfde magnetronmaaltijd.
En mijn oude PlayStation 2 is een marteling, heeft hij echt gezegd. Maar die gast heeft 3 kamers tot zijn beschikking. Dit is echt waar. Met een sportruimte en een stukje binnentuin voor hem alleen. Hier moet je kijken, man. In Amsterdam betaal je hier 7,5 ton voor. Ja. Maar het is toch gewoon niet te geloven. Ik bedoel, hij zit daar verdomme echt met een PlayStation en een fitnessruimte en een DVD-speler. Hij barst van de DVD's ook. Hij barst van de DVD's? Echt waar? Ja, dat heeft hij hier gezegd. Ik heb zo'n stapel DVD's. Mm. Maar wat heeft hij dan te klagen? Het zijn allemaal van Bassie en Adriaan. Oh, ja. Dan is het humaner om hem te doden, ja. Gaan we naar de laatste. En dat is... Ik vind dit totaal niet gepast. Wie zijn dat? Was dat een cachère over een briefje van 50 voor een rolletje drop van 1,65? Dat is niet gepast. Was dat Joram van Klaveren over het schrappen van het woord Pasen door de HEMA? Ik vind het totaal niet gepast. Was het een teamleider van een stadsdeel in Amsterdam over de kleding van het personeel? Of was dat toch Martine Bijl over dat ze na haar beroerte wordt vervangen bij Heel Holland Bakt door iemand met opgeschreven mond? Ja. We zijn van de sympathieke grappen vandaag. Ja, ik vind het zeer sympathiek. Ik denk dat het die teamleider was van het stadsdeel in Amsterdam. Dat is goed. Ja, dat is een goede antwoord. Ja, het was namelijk niet de HEMA. Die waren ook in het nieuws, want die hebben nou een folder uitgebracht. Daar staat op de voorkant vrolijk voorjaar. En heel Twitter boos, want dan zeggen ze, nou, schaffen ze nou Pasen af? Ja, ze schaffen Pasen af. En dat doen ze omdat ze bang zijn voor islamitische klanten, want Pasen is een christelijke feestdag. Ja, er was een hoop ophef over, maar niet zoveel als over inderdaad Rockiesgate. Een teamleider van stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam stuurde een mail met het verbod op te korte rokjes achter de balie. Ja, dus is er nu een rokjesverbod, hè? Rokken brengen u en anderen rondom u en ze schade toe. Ja, maar de hashtag ophef, die begon op Twitter. Maar al snel stond het in alle kranten, die nam het over. Ja, moet je kijken, heel het land ontplofte zo'n beetje. En ja, als zelfs Johan Flemings zich ermee gaat bemoeien, dan weet je, dit is groot nieuws. Hij ging ook door. En dat allemaal op basis van één mailtje, van één teamleider, die pleitte voor een beetje fatsoen, een beetje netheid. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo groot nieuws. Het was maar één incident. Het is toch een schandaal, het is God geklaagd, dat een vrouw niet zelf kan bepalen wat ze draagt. Dat je op rokjesdag geen rok aan mag. Wie dat zegt, die moet echt met ons slag. Want wie wil rokjes? Wij! Dada. Wij! Wie wil rokjes? Wij! Het is de nieuwe kuisheid, preutsheid, kuttijd. Vrouwen die raken al hun vrijheid kwijt. Ja, maar valt het niet wel mee? Want het was één mail aan één klein team van één stadsdeel. Het is trending, man. Wat zeur je dan? Stampen. Zo hard als je kan. En mensen, wie wil rokjes? Ik zeg hashtag ophef. En dan die stomme HEMA. Wisten jullie dat die winkel het woord Pasen zag? Onze christelijke feestdag in de pan. Door hele erge moslimangst. Als het viral gaat, dan denk je niet meer na, maar dan ben je al kwaad. Ja, maar ik zeg hashtag ophef. Ja, sorry hoor, maar nou is het niet zo dat de invloed van Twitter wordt overschat. Want dan staat het in de krant, woede in het land, maar feitelijk is er niks aan de hand. Ik zeg hashtag ophef. Ja. Een handjevol tweets, een krantje neemt het over. Het is helemaal niets, maar dan wordt het steeds groter. Ik zeg hashtag op hem. Verbazing. Eén stadsdeel. Ja, helaas.
Nee, nee, helaas. Niet allemaal goed. Dat is niet allemaal goed. Nee, nee, nee. Met de Koreaanse student ging je het schip in. Dat betekent, Bassies, kom er maar weer bij. Oh, boze Bassies. We hebben er nog drie over. Ik zou zeggen, laat de lichten maar knipperen. En aan jou de taak om Adriaantje te roepen. Adriaantje! Doe je jasje maar open, Bassie. Wat staat er? Ontrouw. Ontrouw. Oei, oei, oei. Ontrouw, Frank. Je bent iemand ontrouw geweest. Maar wie? Ik zou zeggen, ga maar snel de verhoorcaravan in. Ja. Oh. Ontrouw. Dank u. Spannend. Hoi, Frank. John Veskens. John Veskens. Oh, nee. Ja. Ik moet zeggen, ik ben behoorlijk teleurgesteld, Frank, in je. Ik dacht dat jij fan van mij was, maar ook van de tricolores. Ja. En onder een beetje bedreiging laat je ons eigenlijk helemaal zakken. Dus uiteindelijk vind ik het ook jammer, want je hebt ook biografie is over mij geschreven. En je hebt een heel goed en mooi voorwoord ingeschreven. Ja. Maar ja, dat heeft dan ook geen waarde meer, Frank, eigenlijk. Ja. Dat kan ik ook net zo goed wegdoen dan. Ja, zit wat in. Dus hier heb je dan het boek, ja, zonder voorwoord. En ik geef je de gelegenheid om toch nog jouw rood-wit-blauwe hart te laten spreken. Willem II is de mooiste en schoonste club van het land. Het wordt wel het Ajax van het zuiden genoemd. Maar ik vind het vele malen mooier dan Ajax. Het rood-wit-blauw doet mijn hart altijd sneller klop. Ik kijk even of die aangenezing hier om de hoek zit. Ik bel het wel mee, Frank. Wil je dat? Ja, is geen probleem. Als jij die gasten tegenkomt, geef je eens een hand en dan... Komt goed. Dikke prima. Dankjewel, John. Dankjewel, Frank. Ja. En Frank, ja, dat is voor een stukje. Ah, die vind ik mooi. Dankjewel. We snel rennen, Frank. Goeiedag. Daar kom je goed weg. Stel kom anders bestel even hier bij ons, Frank, want het is tijd voor de spannende toon. Dus kom even hier. Ja. Oh, wat spannend allemaal. Oeh. Het wordt nog spannender met de spannende toon. Paul heeft een stapel nieuwsfeiten waarvan steeds het laatste woord ontbreekt. Aan jou de taak de afmaker te kiezen van de opties die daar onder de desk verschijnen. Je mag pas antwoorden als er alle drie staan. Ja. Eva Jinek, wiens broer getrouwd is met twee vrouwen, had er 6 goed. Dus jij moet er meer dan 6 goed hebben. Miguel, mogen we voor jou een Molenbeek spannende toon? Dan gaat de tijd nu in. Rusland stopt met vechten in Syrië, annexeren van buurlanden, dingetjes in een groter dingetje doen, dat weer iets in een groter dingetje zit. Vechten in Syrië. Een good noodles kip van Unox zit geen good, geen noodles, geen kip. Geen kip. Patrick Lodiers is deze week beschoten door IS, ontvoerd door Boko Haram, onthoofd door Al-Shabaab. Beschoten door IS. Afrika heeft liever dat wij stoppen met sturen van tweedehands kleding, Floortje Dessing, geld aan een Nigeriaans prins waar ze ook nog nooit van gehoord hebben. Tweedehands kleding. De Nederlandse politie heeft in één week tijd 2 mannen aangereden, doodgeschoten, opgepakt omdat ze steeds een verhoorwagen stelen. Aangereden. Nederlandse tieners hebben steeds meer last van onzekerheid over de dekkingsgraad van het pensioenfonds, een tabletnek of de geile burgemeester van Renkum. Ik denk die ook, maar ik ga voor tablet nemen. De Brabantse worstenbroodjes zijn deze week officieel opgenomen in het spijsverteringskanaal Frank Evenblij. De selectie van Dirk Blind, de Nationale Culturele Erfgoedlijst. Ja, ook hier zijn meerdere antwoorden goed, maar we gaan voor de Nationale Culturele Erfgoedlijst. De onvindbare Parijs-terrorist aan de slag blijkt zich een half jaar geleden verstopt te hebben in het spijsverteringskanaal van Frank Evenblij. Een grot in Afghanistan of op 100 meter van zijn ouderlijke huis. Ja, 100 meter van zijn ouderlijk huis. Paul Witteman is... En de tijd is om. Ah. We pikken er even een paar nieuwtjes tussenuit. Ja, Rusland trekt zijn troepen terug uit Syrië en dat is om de vredesbesprekingen te helpen. Het commentaar is nu: voor het eerst gloort er weer hoop in het Syrische conflict. Ja, dat is toch eigenlijk heel raar. Kijk, de situatie in Syrië die is totaal onoverzichtelijk. En dan kwam Rusland mee bombarderen. Toen werd het nog onduidelijker. Dan gaat Rusland weg. En dan roept iedereen, ah, ja, nu is het weer overzichtelijk. Ja, dat is eigenlijk alsof je
met een hele kleine kamer woont, met 9 familieleden. En die hebben allemaal ruzie met elkaar. En er zitten allemaal kippen en koeien ook in die kamer. En die kunnen het ook niet met elkaar vinden. En dan komt er een schaap binnenlopen. En die krijgt ook ruzie met iedereen. En dan gaat het schaap weg en denk je, hè, eindelijk rustig. Dan Abdeslam, de terrorist, hij is gepakt. Hij bleek al een half jaar verstopt te zitten op 100 meter afstand van zijn ouderlijk huis. Ja, dus hij zat gewoon in Molenbeek en iedereen wist ervan. Waar iedereen weet wie je bent. Waar iedereen je schuilplaats kent. Terrorist en extremist, je laat elkaar niet in de steek. Hoeveel had Frank er goed? 7. Dat is genoeg. Ja. Bassies, kom er maar bij. Ja. Dan speel je 1 bassie weg. Oh. Laat de lichten maar knipperen. Welke speel je weg? Adriaantje! Wat staat er in je jassie, Bassie? Onderwereld. Onderwereld. Die hoef je niet te doen. Die confrontatie hoef je niet aan. Oké, okay, nee. Dus Willem, je mag weg uit de caravan. dat is gewoon mooi, hè? Oké, okay, nou, fijn. Dat, is een, dat scheelt een hele slok op een borrel. Ja. Je bent wel bang voor die andere. Nee, die Bassie die lijkt een beetje op Gerard Ekdom. Lijkt die Bassie op Gerard Ekdom? Vind je niet? Oh. De banden van de banden. Doe het nog eens. Dat lijkt wel. Dat lijkt wel. De banden lopen op! Ja, het is de eerste. Wat een zootje. Wat een zootje, zeg. Wat een zootje. Dat gaan we eens even een beetje netjes maken. Dat maken we even netjes. Wie zijn het eigenlijk allemaal? Willem, Alexander. Allemaal Willems, zie ik. André. Willem Ruijs. Willems. Orde, Willems orde. Maar wacht even. Wat is dat? Dit is een pen. Dat is een hele mooie pen. Dat kunnen we niet zien zo. Nee, ik heb een grote hier. Zoom eens in. Grote pen. Even inzoomen. Wie is dat? Ik zie een sportster, een atleten. Oh, en Koeman. Nelly Koeman, dat is een boef. Mark de True. Dus dit, wat voor pen is dit? Een Parker. Het is de balpen. De Koeman. Koeman Mark de True. Pen. De Koeman du True pen. De Commando True pen. Ja. Dat is het. Dus kijk, en die staat erachter. Ja. Dus eigenlijk staat de Willemsorde voor de Commando True pen. Ja. Willemsorde voor de Commando True pen. Goed gedaan, jongens. Ja, hartstikke goed. Helemaal goed. Koning Willem-Alexander reikte aan het korps Commando Troepen de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding uit. Dat is de militaire Willemsorde. En dat was voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. Ik ben zo benieuwd wat hij dan zegt. Hè? Wat zegt hij hier? Ja, fijn dat jullie er waren. En dapper ook. Ja. Heeft hij van je? Ja. Een militaire onderscheiding krijgen van Willem-Alexander. Is toch een beetje alsof je een muziekprijs krijgt van Dre Hazes junior. Ja. Moet je ermee. Ja, ze hebben het wel verdiend, want ze hebben levensgevaarlijke dingen gedaan. Ze zijn bijvoorbeeld midden in de nacht, moet je even voorstellen, midden in de nacht boven vijandelijk gebied gedropt met parachutes. Dus dat, ja, volgens mij is dat het engste wat je kan bedenken. Ja, op Bassie bellen na dan. Ja, dat is... Ja. Ja, volk bestaat gewoon uit helden en lafaards, dat zie je dat dan. Dat is altijd zo, ja. Dus de ene Nederlander die maakt in het midden van de nacht boven vijandelijk gebied een levensgevaarlijke parachutevlucht. En de ander, ja, die zit hier al te bibberen. Ja. Dat is het verschil, hè? Ja. En we gaan naar de volgende. Ja. Dankjewel. Doedelzak. Oh. Doedelzak. Schot op de lat. Wat zijn jullie?
Wordt hij per nood betaald? Schot op de lat. Schot op de lat. En waar gaat het dan over? Ja, weet ik niet. Ja, Narsing. Over Narsing. Ja, goed. Een schot op de lat kostte PSV de kwartfinale van de Champions League. Luciano Narsing die dacht, ik doe nonchalant, ik neem een korte aanloop. En vervolgens testte hij het aluminium. Dan zie je toch weer dat de lat voor PSV te laag ligt. Ja. Maar goed, hierdoor is Narsing voor eeuwig de slumiele. Als je Narsing nu googelt, dan krijg je dit. Narsing misser, raar haar, vriendin van Frank Evenda. Maar gelukkig voor Narsing werd de aandacht een beetje afgeleid door de supporters van PSV, die dus bedelaars in Madrid stonden te vernederen en uit te lachen. Ja, dat waren deze beelden. Het is geen vrij gezicht. Er is ook gereageerd door stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Die zeiden, ja, deze rokken vinden we dan weer te lang. Erdogan die heeft zich er ook over uitgesproken. Die was boos op de PSV-supporters. De premier Rutte is nu ook op het matje geroepen bij de Spaanse premier. Dus je kan wel zeggen, het Nederlands voetbal staat internationaal weer helemaal op de kaart, jongens. Yes. Ja. We gaan naar de volgende. Het is een heel verhaal. Brit. In de emmer. Dus door de Kamer, door Kamer, door Kamers, 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 door K
Sander Dekker streed. Sander Dekker streed voor een amusementsvrije NPO, maar kreeg zijn wet niet door de Eerste Kamer. Nu heeft hij de wet dusdanig afgeslankt dat de Eerste Kamer hem wel heeft geaccepteerd. Ja, al het platte amusement mag dus gewoon blijven. Bananensplit, Ranking the Stars, zelfs Bureau Vooroordeel. Ja, de stuntel van Sander heeft niks opgeleverd, maar we hebben wel gelachen. Ja. Die keer bij Matthijs dat je stamelde, dat je zelf nooit tv keek. Ja, nee, maar het is niet mijn werk om de hele televisiegids af te lopen. Of bij een vandaag toen een som te complex voor jou bleef. 64, 134. Niet? TV moest met inhoud, het mocht niet te plat. Maar zelf liet je goor met zijn hand in je gat. Mag ik heel even aan je zitten, meneer de staatssecretaris? Ach. Hier was ik voor gewaarschuwd. Ja. Maar nu is het dus klaar. Want je wet is nu voorbij, dus vandaar zingen wij. Dank je Sander Dekker voor jouw geflater. Wij hebben ons suf geschaven. Al jouw malle fratsen, oh Sander jongen, jij bent een komisch talent. Maar nu die wet. Wie is het? Het is heel moeilijk. Ja, ik denk die advocaat. Een advocaat? Ja, die advocaat Geert Knoops. Ja, Geert Knoops. Geert Knoops. Ja. Wat knap, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, goed, dat is heel erg goed. Heel goed. Ja. Ja. Het was inderdaad Geert Knoops, de advocaat van Wilders. Gisteren begon het minder proces. Dan hebben we dus nog één Bassie die voor iets moois staat. Kom er maar bij, Bassie. Ja. Dan hebben we nog één cadeautje voor je. Bassie, laat je knubbel maar liggen en doe je jasje maar uit. Wat staat er in jouw jasje? Wat staat er in je jasje, Bassie? Jeugdtrauma. 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 Frank, ga de caravan maar in, Frank. Want wij gaan jou helpen met een oude wond. Dag, Frank. We gaan iets goed maken voor je. Dag, lieve jongen. Dag, Frank. Ah! Ja. Huisman, jij wilde ooit aan de mini-playback show meedoen. Je bent ook naar de voorronde gekomen.
En je had ook iets ingestudeerd. Wat ook weer? Roxanne. Roxanne. Ja. Moeilijk liedje ook om te doen. Het is een heel moeilijk liedje. En hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 11. Ja. En het grappige is ook, dus, dat jij kwam daar en ik was er niet. Ik was nee, niet eens. Je was er niet. En in jouw winkel was er niet. Er waren geen kleren, er lag geen gitaar. Er was helemaal niks. Dat is toch kut? Nou, dat is een understatement. Ja, ja. Ik kan me echt dat voorstellen dat je daar als kind je schrik je te pletter. Ja. Ik ben daar, ik heb daar maanden slecht van geslapen. Ach, ik vind het ook zielig. Ja. Maar weet je wat het leuk is? Je mag het nog een keertje voor me doen. Mag het nog één keer? Ja. Ik heb hier een microfoon voor je. Hij staat niet aan. Ze noemen het ook de Ben Kramer microfoon. Oh de ja, een houten microfoon. Ja. En ik heb hier, dat was toen nog met een cassettebandje, denk ik, of niet? Ja, dat was zeker. Dat heb ik allemaal geregeld voor je. Je mag gewoon blijven zitten. Ja. Maar ik wil wel een poepje ruiken natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar het is playback, hè? Het is, ja, ik weet het. Ja. Maar het is, moet toch een beetje bek wel gelijk. Nee, ik doe mijn best, Danny. Ik heb er lang genoeg op geoefend. Daarom. Oké. Goed, ik zet hem nu aan. Zo. Ja, komt hij aan. Nou, doe je best, hè. Zo nieuwsgierig. Ja, heel goed. Het is het nu al. Had je me. Komt hij aan. Installatie. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Ja, ook goed. Nou komt die instinker, hè? Nou komt die instinker. Ja! Iets ervoor. Ja. Helemaal strak. Iets te snel. Ja. Nou komt hij eraan. Nou komt hij, hè? Let op, hè? Ja! Goed!